In deze film speel ik een klein beetje voor kapper. Want wat ga ik in deze film doen? Ik ga in deze film laten zien hoe je losse haren vrij makkelijk kunt verwijderen. En als je zo in eerste instantie naar deze foto kijkt, dan lijkt het allemaal wel mee te vallen. Maar als we inzoomen op 100%, dan zitten er hierboven bijvoorbeeld toch nog wel wat haren die mij een beetje storen. En ook hier aan de achterkant. Alleen wil ik om te beginnen eens zeggen van, verwacht van deze film niet dat hier gewoon een perfect kapsel uitkomt. Dan had de foto in mijn ogen eigenlijk al anders gemaakt moeten worden met veel meer haarlak en ook gewoon veel minder wind. Want de wind komt in dit geval van, voor de kijker links van het model. En die zorgen ervoor dat er achter ook gewoon een hoop losse haren een klein beetje losgewaaid worden. En in combinatie met het gras of het riet in de achtergrond, wat het ook mag zijn, wordt dat natuurlijk gewoon een puinhoop als je bijvoorbeeld van dit soort details nog iets moet maken. Eventueel hierboven, hier achterin zou het wel kunnen, maar hier onderin, ja, daar ga ik niet aan beginnen. Had dat niet gemogen op de foto, zou ik de foto heel anders gemaakt hebben. Maar goed, de haren die we wel onder handen kunnen nemen. Dat zijn dus de haren hierboven. En daar zijn verschillende technieken voor. Ongeacht de techniek, het allereerste wat je doet is een nieuwe laag aanmaken. En dat doe je met Ctrl, Shift en N. En deze noem ik even haren. En ik druk op Enter. En je ziet, ik krijg er een laag bij. En waarom doe ik dat? Nou, de correcties die ik straks ga maken, die gaan plaatsvinden op deze laag. Want doe ik dat op de oorspronkelijke foto en ik maak in een later stadium een fout, dan kan ik dus gewoon niet meer terug. Of ik moet al die andere dingen die ik gedaan heb ook even ongedaan maken. En daar heb ik geen zin in. De allereerste manier is gewoon werken met de kwast. En de kwast die vind je hier. Of met sneltoets B. En als ik dan even inzoom tot ruim voorbij de 100%. En ik ga terug naar de kwast, dan zou ik heel makkelijk over deze haar kunnen schilderen. Alleen je ziet, mijn kwast heeft niet de goede kleur. Dus ik maak dit even ongedaan met Ctrl-Z. En ik ga dus eerst de goede kleur selecteren. En dat doe je terwijl je met de kwast werkt, gewoon door de Alt ingedrukt te houden. En dan wordt het een pipetje. En klik je gewoon op een kleur die er omheen zit, die het moet worden. Nou, en schilder je er nou overheen, dan zie je dat het eigenlijk gewoon al een heel stuk minder wordt. Ik pak de kwast iets groter. En dat zou ik ook voor deze haren kunnen doen. Dus ik ga ernaast zitten. Ik druk op de Alt en dan krijg ik het pipetje en ik selecteer de kleur. En ik ga gewoon schilderen. Alleen, je hebt het gezien, ik selecteer hier de kleur. En die is hieronder alweer anders. En dan snap je eigenlijk ook een beetje waarom we dus gewoon op een aparte laag werken. Als ik het gummetje selecteer en ik maak hier over deze laag een poetsbeweging, dan zie je dat alles weer terugkomt. Dus ik wis alleen maar de dingen uit van de laag haren en mijn oorspronkelijke foto komt dus weer terug. Nou, ik pak weer de kwast, ik selecteer een kleur en ik werk deze haar even weg. En zoals je daar straks zag, ik selecteerde hier de kleur en ging over de hele haar. Alleen daaronder is de kleur dus net een klein beetje anders. Dus je zou, als je dit met de kwast doet, gewoon iedere keer een klein stukje moeten selecteren. Met Alt en het pipetje weer even een nieuwe kleur pakken. En zo even alles nagaan. En dan is het ook wel te doen. Alleen dit is natuurlijk een klein beetje een tijdrovend karweitje. Dus daar is nog iets anders voor. Dat is het kloongereedschap. En dat vind je hier of met de sneltoets S. Nou, en het kloongereedschap, dat werkt op zich heel makkelijk. Je houdt de Alt ingedrukt en daarmee maak je een bronbestand aan. En je zegt eigenlijk van, nou, ga dit gebied als bron nemen. En als je dan de Alt loslaat, dan gaat hij dat gebiedje dus daar neerzetten. Dan gaat hij dat klonen. En dat is ook een methode waarop je te werk kan. En het voordeel is dat je dan een heel stuk minder nieuwe kleuren hoeft te selecteren. Want je merkt dat het gekloonde gebied in dit geval links van mijn kwast zit. Nou, en die kleuren kan die allemaal wel meenemen. Er zit een klein beetje een patroon van, ja, groen, paarsachtig, roosachtig in. Nou, en dat schilder ik gewoon mee over. Maar je ziet dat het toch niet helemaal perfect is. Dus ook dit maak ik even met het gummetje ongedaan. En ik ga tot slot naar de laatste methode. En dat is het kloongereedschap. En die vind je daar of met de sneltoets J. Nou, en die zijn er ook in twee varianten. Eigenlijk wel in meer, maar voor dit soort werk in twee varianten. Dat is de bovenste, dat is het snelle retoucheergereedschap. Je hebt dan gewoon een soort kwast. En als je dan schildert, dan krijg je een zwarte streep. Nou, daar is het dadelijk allemaal effect. Dan laat je de muis los. Dan gaat Photoshop kijken en rekenen met de omgeving. En dan gaat hij daar iets anders in passen. Hij verzint het zelf. En in dit geval is dat niet helemaal perfect. Met het gummetje maak ik dat weer ongedaan. En ik ga naar het kloongereedschap daaronder. En dat is het gewone retoucheerpenseel. En dat werkt eigenlijk hetzelfde als het normale kloonpenseel. Met de alt ingedrukt kies ik een bronbestand uit. En ik schilder gewoon over de haar. En ik kloon in eerste instantie alles daar naartoe. Maar wederom, als ik de muisknop loslaat, gaat Photoshop aan het rekenen en kijken wat in dit geval het beste is. En zo ga ik even langs een hele hoop haren heen. En als je nou een fout maakt, ik ga er even expres overheen. Nou, je ziet het, ik krijg een vlek in het haar, geen probleem. Ik pak het gummetje en ik ga er gewoon zo overheen en ik kan mijn dingen opnieuw doen. En ik werk in dit geval nog steeds met het retoucheerpenseel. Op zich ben ik daar zelf wel over te spreken. Tenzij je inderdaad gewoon dicht bij de boshaar zelf komt, dan wordt het wat lastig. Nou, dan kan het kloongereedschapje eventueel gewoon prima verder helpen. Ook met het reconstrueren van haren die wel bestaan moeten blijven. En eventueel als je merkt dat je eigenlijk gewoon te veel fijne lijntjes ziet, pak een iets grotere kwast. Dat werkt net zo goed. Nou, dit kost natuurlijk gewoon wel wat tijd. Ja, dat moet je bereid zijn om erop te investeren. Dus eigenlijk is het ook geen slechte zaak om te besluiten een visagiste annex haarstyliste mee te nemen naar een shoot. Zeker een haarstyliste in dit geval. Een goede visagiste kan natuurlijk ook wel het een en het ander met haar. Maar een haarstylist is toch iets anders dan een visagiste. Maar die zou met een fatsoenlijke bus haarlak hier al heel veel werk voor je kunnen besparen. Nou, als je 1 foto door moet, dan is dat nog niet zo'n probleem. Maar stel je voor dat je op deze manier 20 foto's door moet. Ja, dan denk je op een gegeven moment ook van, ik kan mijn tijd wel beter spenderen. Nou, dan was een haarstyliste dus gewoon een prima keus. En ik ga gewoon even een aantal haren langs. Niet allemaal. Ik zal nog even hier achter in de bosjes kijken. Ik zoom een klein stukje uit. Dit zijn niet allemaal haren. Ja, dit is een haar en dit is een haar, denk ik. Geen idee. Nee, dit is geen haar. Dit zijn niet allemaal haren. Hier loopt een haar, die ga ik wegwerken. Maar deze 2 schuine lijnen en dit boogje, ja, dat zijn oorspronkelijk grasprietjes. Dus die mogen gewoon blijven zitten. Die horen bij de foto. En ik ga lekker gewoon met een groot kloongereedschap aan de slag. En reconstrueer zo achterin het riet. En haal haar weg waar haar weg moet zijn. En hier ga ik met een wat kleinere kwast aan de slag, omdat de details daar te klein zijn. Mocht je nou toch nog zoiets hebben in je eigen foto van, hey, ik zie toch nog gewoon wat je doet. Ja, we zijn nou erg op pixelniveau bezig. Maar als ik uitzoom naar gewone grootte, dan valt het eigenlijk gewoon haast niet op. Zoom je in naar 100%, dan valt het wel op. Maar je moet het wel weten. En ik durf te wedden dat in 99 van de 100 gevallen mensen eigenlijk gewoon totaal niet weten dat dat stukje groen hier achterin niet helemaal klopt. Maar die haar is wel weg. En als je het zo ziet, lijkt het eigenlijk gewoon alsof het oorspronkelijk zo was. Dat het niet zo was, geen probleem. Het is een foto. Een foto draait in mijn eigen gevoel. Het gaat de beleving die de foto overbrengt naar de kijker. En dat vind ik belangrijker dan eigenlijk gewoon de waarheid. Ik moet er wel naast zeggen, in het dagelijks leven ben ik wetenschappelijk fotograaf. Dat is een heel ander verhaal. Daar moet gewoon ja, echt kloppen wat er op de foto staat. Maar ik vind verder voor de dingen die ik in mijn vrije tijd doe, hey, leef je eigen uit. Maak gewoon mooie dingen. Ik zou zeggen, tot zover. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!